Aanvragen van CARICOM-paspoorten die in 2005 zijn geïntroduceerd in Suriname dienen aan internationale eisen te voldoen die niet voor alle burgers nog duidelijk zijn. In dit kader heeft de afdeling Paspoorten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken een workshop georganiseerd met de verschillende bureaus voor burgerzaken. Het thema van de workshop was Change is Now, op weg naar een effectieve en efficiënte afhandeling van paspoortenaanvragen met problemen. Harold Baudeuts, hoofd van de afdeling paspoorten, zegt dat dit niet de eerste keer is dat er wordt gewerkt aan oplossingen voor probleemgevallen bij paspoortenaanvragen. We hebben dus 14 bureaus voor burgerzaken. Er zijn namelijk meer, we hebben ongeveer 42. Maar we hebben gemeend om het dus in groepen te doen. Dus we hebben vandaag hier Wanica, Paramaribo en Para. Dus bijkans 24 participanten. Minister Mike Noursalim van Binnenlandse Zaken heeft de ambtenaren voorgehouden dat het CBB een unieke taak heeft als dienstverlener aan de samenleving. Deze dient op effectieve en efficiënte wijze te worden uitgevoerd. Bij mijn aantreden als minister is één centrale woord van belang en dat is transformatie. En ik ben blij dat de afdeling paspoorten zelf zegt, change is now. Transformatie heeft ook te maken met een stukje verandering. Je transformeert van A naar gedachte B en noem maar op. Maar waarom is nou die verandering, waarom vinden we zelf dat het moet veranderen? Waarom vindt de afdeling paspoorten zelf nu, change? Waarschijnlijk zijn er gevallen, ik hoor net casussen, dus er is in dat hele proces zijn er momenten geweest waarbij u zelf zegt, dit ding moet veranderen. Suriname en Servië onderhouden sinds augustus 1976 diplomatieke relaties. In dit kader bracht een delegatie van het ministerie van Landbouw, Bosbouw en Watermanagement van de Republiek Servië een werkbezoek aan Suriname. Het doel van dit bezoek was om overeenstemming te bereiken over toekomstige activiteiten met de vertegenwoordigers van het ministerie van LVV en diverse landbouw-, veeteelt- en visserijinstellingen. We zijn hier met een delegatie van Servië. Het is een missie. Er is een staatssecretaris en twee deskundigen. Eentje van Plant Health en eentje van Animal Health. Met een assistent van de minister zelf, van de minister van Landbouw van Servië. De bedoeling van die missie van hen is om met onze technische team van LVV de overeenkomst wat door de president zal worden getekend in, of door de president of door de minister van Binnenlandse Zaken gaat getekend worden in Servië, in Belgrado, om dat, hoe moet ik het zeggen, klaar te maken. En maandag is die team aangekomen en de dinsdagochtend, de hele dag, in dinsdag, waren ze bij LVV. Het technische team van LVV en die technische team van Servië, die Plant Health persoon en die Animal Health en onze mensen van Plant Health en Animal Health waren bij heen gekomen om al die conceptovereenkomst die er al is gemaakt, om die te bespreken. Dinsdag is alles al overeengekomen, het concept wat concept betreft. Concept van, het gaat om die fytosanitaire en die sanitaire maatregelen tussen binnen die twee landen. Het is een bilateraal, het gaat om bilateraal overeenkomst zijn tussen Servië en Suriname. Zoals je weet is de visumplug al afgeschaft voor Surinamers. Surinamers hebben geen visum meer nodig om naar Servië te gaan. En vooruitvloeiing en die samenwerking dat de minister heeft getekend in Servië.
is dit ook uitgekomen, de technische samenwerking tussen Servië en Suriname wat betreft de fytosanitaire maatregelen en de sanitaire maatregelen binnen tussen die twee landen. Dus als we die technische assistentie kunnen krijgen, kijk, Suriname, wij produceren geen gras, maar onze rundveeproducenten hebben kwaliteit gras nodig. Kijk, nu is het droge tijd. Het is een groot probleem voor die melkveeboeren en die rundveeboeren om aan gras te komen. Dus als we die technische assistentie van ze kunnen om aan grasverbetering te kunnen doen, dat ze technici sturen naar ons om onze mensen op te graden en dat we dan daar ook onze mensen, die boeren, kunnen helpen daarmee hoe ze aan grasland kunnen verbeteren en zo. Maar dat is een gedeelte van veeteel, dat is gewoon een voorbeeld. Maar er zijn ook andere aspecten van landbouw, maar ook in lab. Ze zijn goed in lab. Ze hebben een grote residuelab, dat ze hebben gezegd. En als we mensen van hun kunnen krijgen, technici, die onze lab bijvoorbeeld kunnen draaien voor 2-3 jaren en onze mensen trainen, zodat we daarna kunnen overnemen onze lab te kunnen draaien. Want wij hebben mensen, maar het is niet genoeg. Dus als ze daarin ons kunnen helpen. Dus het gaat niet alleen om die fytosanitaire maatregelen tussen ons en hun land, maar het gaat ook om meer dingen. Om gebieden waar we elkaar kunnen helpen en zij ons kunnen helpen. Het is een win-win situatie. Suriname is in het proces om zoveel mogelijk vriendschappelijke relaties aan te gaan met landen en deze naar gelang de mogelijkheden uit te bouwen tot ontwikkelingssamenwerkingspartners, waarbij gedacht wordt aan Foreign Direct Investment and Resource Mobilization. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken is belast met het scheppen van optimale ontplooiingsmogelijkheden ten behoeve van de jeugd. In het kader hiervan wordt jaarlijks het project Zinvolle Vrije Tijdsbesteding georganiseerd, waaronder vakantiewerkgelegenheid, meer bekend als vakantiejob. Landelijk zijn er 2500 jongeren geregistreerd, waarbij 1700 worden geaccommodeerd. De groep is verdeeld in twee. Intussen heeft de eerste groep haar werkzaamheden achter de rug. Wij hebben de vakantiejobbers die geplaatst waren bij de Paramaribo Zoo bezocht. Ik heb besloten om in de vakantie te werken, omdat ik het leuk vind om bezig te zijn in de vakantie dan gewoon thuis zitten. Ik dacht van, laat me even komen en registreren om even een vakantiejob te doen, om wat schoolspullen te kopen. De werkzaamheden hier zijn bezig zijn met die dieren verzorgen, eten geven en water, dus drinken geven. Harken, shuffelen en die mensen helpen, dieren voeden. Met het geld wat ik verdien, ik ga een deel sparen en met de rest iets voor mezelf doen. Mijn boodschap aan hun is dat ze hun best moeten doen en dat ze nooit moeten opgeven. Dat ze gewoon door moeten gaan en zelfvertrouwen moeten hebben in zichzelf. De vakantiejobbers zijn landelijk ingezet bij verschillende instellingen, ministeries en bedrijven voor administratieve en schoonmaakwerkzaamheden. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft een goede partnerschap met de verschillende stakeholders. Middels dit vakantiewerkgelegenheidsproject worden jongeren in de gelegenheid gesteld om zich te oriënteren op het arbeidsveld. Dit draagt bij aan de vorming, karakter van de jongeren.